Goedemorgen, een nieuwe dag en een. Wij gaan een relaxdag inzetten. Gewoon is even helemaal niks. Hoe fijn is dat? Ik zit nu weer in mijn pyjama. Het is al licht, dus het is al 9 uur, zoiets. En Harry is lekker thuis en we gaan vandaag genieten. Je merkt gewoon dat Blauwe Maandag steeds dichterbij komt. Het weer is echt gewoon niet leuk meer. We zijn het allemaal spuugzat. We willen zon zien. Maar goed, daar moeten we echt nog een weekje op wachten. Gelukkig gaan de temperaturen dalen. En dat betekent ook meer licht en meer zon. Dus daar verheugen we maar ons op. Maar vandaag ga ik je meenemen in ons relaxdag. Geweldig, letterlijk als ontbijt, hè? Denk ik. En het is rookt. Dommie. Lekker bakje koffie, hij is klaar. Nog even kopjes erbij. Welverdiend bakje, hè, liefje? Ja. Met wat pilletjes. Heerlijk. Dan denken ze allemaal dat we aan het druk zijn. Ik voel me wel ineens raar. Dat doen we niet aan. Dat doen we niet aan. Nou, niet kijken. Het is onze vrije dag en dan gaan we niet naar lekkages kijken. Ook niet meer naar busjes die wegzakken. Ook niet meer naar busjes die wegzakken bij ons op het erf. We laten alles gewoon maar in elkaar zakken. We doen gewoon de gordijnen dicht. We doen de gordijnen dicht, poort dicht. Mmm.
Het ziet er lekker uit. Lekker, hè? Wat ben je aan het maken? Ik ga een gevulde avocado maken met granade. En een beetje knoflook erdoorheen. En een eigen gemaakte mayonaise. En dat heeft mijn vrouw zelf gemaakt. Oh, als het maar lekker is. Lekkerder. Oh ja, lekkerder. Nou, dit ruikt ook al goed. Er zit knoflook door, of niet? Ja. Lekker hoor. Wil je hem nog op vaten zetten? Nee. Ik geloof er niet meer in. Dan heb ik even een bakje nodig voor... Wat ik ook wel hiernaast heb. Mag wel met hetzelfde lepeltje, hè? Ja. Je hoeft het niemand voor te dienen, hè? Behalve je vrouw. Ja. Goh, die vaatwas begint nu echt lawaai te maken. Er is een storm daarbinnen. Storm in de vaatwas en storm buiten. We had die PostNL bezorgen pech, hè? Net. Die zat... Wij ook, want wij moesten hem uitgraven. Ja, die zat helemaal vast in de drek bij ons. Die kwam niet meer van het erf af. Mami is veel te groot geworden. Ze kan gewoon op het aanrecht. Ja. Wauw. Voilà. En dan gaan we deze eens even kijken wat hiermee gebeurt. Ik weet wel wat er mee gebeurt. Zo. Nou, deze is schoon. We krijgen morgen weer eters. En daar houden we natuurlijk van. Dus dan ga ik nu alvast de tafel even klaarmaken. Want morgen dan is het gelijk hectisch en dan kom ik er niet aan toe. Alles begint natuurlijk met een mooi bloemetje. Nou, deze heb ik gekregen van mijn broertje en mijn schoonzus. En hij ruikt zo lekker. Dus dat is toch een beetje voorjaar in huis. Pip, ik
heb je hulp nodig. Ik kan het niet alleen aan. We moeten het samen doen. Kijk eens wat leuk. Dit zijn onze hoogzwangere buurtjes. Onze schaapjes. Nou ja, onze, die van de buren. Leuk hoor. We zijn echt vet filmchiek, zijn wij hoor. Ah, jullie zijn heel schattig samen zo. Wij zijn, hoe heet dat? Wij zijn schattig. Ja, even schattig doen voor de camera. Dadelijk gaan we weer donderen. Dadelijk gaan we weer donderen. We doen nu even net alsof we schattig zijn, hè? Dadelijk gaan we weer de buurt onveilig maken. Samen doen we dat, hè? Ja. Samen staan jullie sterk. Sst. Niet te verklappen, hoor. Wat hebben we hier? We hebben hier een entrecote met knolselderij en tomaten mosterdsaus. Een varkensentrecote. Oké. Het ziet er fantastisch uit. En knolselderij patatjes. Ik ben benieuwd. Ja, maar liefje, ja. Er hoort toch ook een glaasje wijn bij? Nou, kijk, dat hebben we hier. En wat we hier hebben is een Amarone uit 2010. Zo. En hoe smaakt die? Oh, hij ruikt heerlijk. Jij weet me ook altijd gelukkig te maken, hè? Oh, wat is deze wijn?